De minister van Infrastructuur en Milieu bracht op donderdag 11 april een bezoek aan de regio in verband met het afsluiten van het project Schoner Mooier Hollandse IJssel. De minister voer mee met een rondvaartboot van Capelle via Ouderkerk naar Nieuwekerk aan den IJssel. Met de samenwerkende partners werd het project van ruim 15 jaar schoonmaken van de Hollandse IJssel feestelijk afgesloten. Namens de gemeente Zuidplas voer wethouder Bosman mee. Op de kade in Nieuwekerk stonden echter burgemeester Gert-Jan Cats en wethouder Hazelenbach te wachten. Ze hadden aangekondigd de minister te willen wijzen op een groot probleem. Gert-Jan Cats, burgemeester hier. Melanie Schultz. Arjen Hazelenbach, wethouder verkeer en vervoer. Melanie Schultz. In eerste plaats van harte gefeliciteerd met het afsluiten van dit prachtige project. Ja. Daar zijn wij als gemeente Zuidplas natuurlijk bijzonder trots op en dat heeft u ongetwijfeld aan boord gehoord. Voor jullie ook heel mooi inderdaad. Zeker weten. En daarom vinden we het ook belangrijk om u welkom te heten op de kade van onze gemeente. Maar ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om u te bedanken voor de dingen die deze week gebeurd zijn rondom de A20. De toezegging die afgelopen maandag gedaan heeft. Afritten. Daar zijn we heel blij om. Tijd. Ja, ik maak het meteen af, want we hebben het keurig opgeschreven in een brief voor u. Ja. We hebben nog een paar kleine wensen die u nog graag... Ja, anders wordt hij nat. Ja. Maar u heeft wel handen vol, zie ik. Ik geef het altijd gewoon weer door. Nee, we zijn dus erg blij met dit. Ik lees hem ook. We zijn blij met de toezeggingen. Ja. Maar we vinden het wel van belang dat nog een paar kleine dingen waar we de aandacht voor gevraagd hebben, dat u dan nog het nota van neemt. Onder andere snelheidsbeperking op korte termijn en de, toch de verbreding. Maar ik begrijp dat een lastig politiek punt voor is. Nou, kijk, de verbreding waar wij altijd naar kijken is op het moment dat er capaciteitsproblemen zijn die echt zodanig zijn dat er wat moet gebeuren, komt het gewoon ook weer bij ons op de lijsten. Ja. U kent op dit moment de financiële situatie van het Rijk. Dat is ook. Dus dat is waarom er prioriteiten gesteld worden, maar jullie zijn echt niet uit beeld, dat weten jullie ook. En wat betreft snelheid is mijn eerste impressie is dat laten we zeggen, op het moment dat er zich filevorming voordoet, dan wordt het verkeer ook afgeremd door de systemen. Dus of een permanente snelheidsverlaging daar zinvol is. Dynamisch. Ja. Maar dynamisch behoort zeker tot de mogelijkheid. Nou, kijk, het is wel graag nog onderaan. Heel fijn dat Volgens mij gebeurt dat nu ook. Hè? Maar dan moeten we even... Niet structureel in de spits. Hè? Misschien, ik denk dat zou voor ter voorkoming van de ongevallen heel veel zou helpen. Oké, nou, ik ga de brief lezen. Dank voor de ontvangst. Ja? Zo ontvangstrijk is het niet altijd als je ergens afstapt. Maar ik lees het, ik heb het bij me. En ik kom op terug. Dank u wel. Heel fijn. Bring wel de reis. Okay. Tot ziens. Tot ziens. Tot ziens. Nou hoor.